Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Portfolio Show. In deze video is het tijd om dieper mijn portfolio in te duiken met behulp van Portfolio Dividend Tracker. Zo kan ik gedetailleerd mijn portfolio bekijken en bijvoorbeeld vergelijken met de S&P 500. Want doet dit openbaar het portfolio beter of slechter dan de S&P 500? Dus laten we snel beginnen met de video. Ik ben al jarenlang aan het beleggen op de Giro en als je kijkt naar de komende jaren verwacht ik ook dat ik nogal lange tijd klant blijf bij de Giro. Maar er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten. Ik zal bijvoorbeeld graag zien dat de Giro fractionele aandelen gaat aanbieden. Maar ook als ik kijk naar het portfolio zelf, had ik graag gezien dat er wat meer informatie is. Natuurlijk, je kan zien wat de huidige koers is, hoeveel stuks je hebt, wat je gemiddelde aankoopkoers is en wat je ongerealiseerde winst of verlies is. Maar er is veel meer mogelijk. Vandaar dus dat ik al een tijdje op zoek was naar een oplossing om meer inzichten te krijgen. Want meten is weten en als je inderdaad kijkt naar de Giro, ja, is dat wel een beetje beperkt. Vandaar dus dat ik uitkwam op Portfolio Dividend Tracker. Ik denk dat het voor velen van jullie al een bekende website is en dat geeft gewoon een beter overzicht. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar dit portfolio, en dat is natuurlijk het openbare portfolio bij de Giro, dat heb ik gewoon geëxporteerd naar Portfolio Dividend Tracker. Dat is ook hartstikke makkelijk. Ik ben natuurlijk iemand die alleen belegt bij de Giro. Dus ja, dat was eigenlijk, binnen een minuutje was het eigenlijk al geregeld. Maar stel je voor, je bent aan het beleggen op allerlei verschillende brokers. En dat kan dus ook in aandelen zijn, maar misschien ook in crypto. Is het dus ook het voordeel dat je het allemaal kan exporteren. Dus dan kan je het inderdaad allemaal samenvoegen. Want als ik bijvoorbeeld druk op brokers, dan zie je dat mijn portfolio voor 100% bij de Giro is opgebouwd. Maar ja, als je dus gebruik maakt van verschillende brokers en misschien ook crypto voor een beter overzicht, kan je dat dus ook allemaal toevoegen. En ja, dan zullen die percentages natuurlijk veranderen. Maar ik vind het dus inderdaad wel fijn om een beter overzicht te krijgen van mijn portfolio. Ik moet ook zeggen, ik heb ook altijd wel een zwak voor het visuele gedeelte, dat het allemaal hartstikke mooi uitziet. En kan je al heel snel zien hoe het daadwerkelijk is opgebouwd. Je kan bijvoorbeeld kijken per sector. Ik zit bijvoorbeeld veel in de informatietechnologie en de financiële dienstverlening. Je kan natuurlijk ook kijken naar de landen. Nou, het kan niet als een grote verrassing komen dat ik vooral investeer in de Verenigde Staten. En je kan ook kijken van welke valuta gebruik je daadwerkelijk met het investeren. Nou, ik investeer veel in ETF's en ja, dat is 9 van de 10 keer is dat dus dat je investeert via de euro. Je kan kijken op welke beurs je daadwerkelijk je aandelen bestaan en ja, je kan dus kijken wat voor type het is, of het nou ETF's zijn, aandelen, cash, maar hier kan dus ook bijvoorbeeld crypto tussen staan. En je hebt natuurlijk een strategie. Nou, ik heb bijvoorbeeld dat ik veel investeer in ETF's en ja, op dit moment is de verdeling zo'n 70-30%. Komende jaren zal dat natuurlijk veranderen. Zoals jullie weten ben ik, als ik kijk naar de komende 10 tot 20 jaar, steeds passiever beginnen met beleggen. Dus zodat er steeds meer geïnvesteerd is in gespreide ETF's. Zodat er minder tijd zit in het bijhouden van mijn eigen aandelenportfolio. Dus in de komende jaren verwacht ik dat het percentage wat in de ETF zit zal toenemen. En ja, dit is dus alleen puur even het begin. Als je inderdaad wat verder naar beneden kijkt, kan je bijvoorbeeld even rangschikken op je portfoliowaarde. Je kan kijken naar je winst, je kan kijken naar het portfoliogewicht. Nou, dan is het dus natuurlijk niet de verrassing dat mijn twee grootste posities de posities zijn waar ik het meest in investeer. Dat is namelijk de S&P 500 ETF en de All World ETF, allebei van de Vanguard. Gecombineerd zit daar €42.000 in. Je kan inderdaad kijken naar het rendement, het portfoliogewicht. Dus dan heb je inderdaad heel snel al een heel goed overzicht van je aandelenportfolio. Dus je ziet al direct dat het veel makkelijker is om inzicht te krijgen van in welke sectoren, welke landen, welke valuta, portfoliogewicht, wat is het winst in percentages en daadwerkelijk absolute getallen. En ja, ik ben een vrij simpele belegger, dus ETF's en individuele aandelen, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je allerlei verschillende strategieën hebt. Nou, dat kan je dus allemaal zelf aanpassen. Dus dat is denk ik voor iedereen anders. Ik denk dat ook iedereen op een andere manier gebruik gaat maken van Portfolio Dividend Tracker. Dus ja, iedere situatie is natuurlijk anders. Maar in deze video wil ik ook vooral eventjes kijken van hoe doe ik het daadwerkelijk bijvoorbeeld tegenover de S&P 500. Want we weten allemaal, als je gaat investeren met beleggen, wil je de markt verslaan. En als we kijken naar de laatste 50 jaar, komt het ongeveer zo'n tussen de 8-10% uit als we kijken naar het jaarlijks rendement van de S&P 500. En dat wil je natuurlijk graag verslaan. Maar we weten ook dat individuele beleggers daar best wel wat moeite mee hebben. Want GP Morgan
Morgan brengt elk jaar een verslag naar buiten van oké, hoe heeft de gemiddelde investeerder het gedaan over de laatste 20 jaar? En dat is dat oranje blokje. En van 2002 tot 2021 was er sprake van een jaarlijks gemiddeld rendement van 3,6%. Net genoeg dus om dat inflatiepercentage in die tijd te verslaan. En in diezelfde fase was er sprake van een rendement op jaarbasis van 9,5% voor de S&P 500. Dus dan zie je dat de gemiddelde investeerder veel beter af is met gewoon een S&P 500 ETF kopen. En daardoor dus dat ik ook heel vaak aangeef van hou er rekening mee dat de gemiddelde investeerder het gewoon niet voor elkaar krijgt om die S&P 500 op de lange termijn te verslaan. Vandaar dus dat ik in deze video daar eventjes wil naar kijken, want dat is namelijk mogelijk met de portfolio dividend tracker. En mocht je na het zien van deze video denken van hey, dat portfolio dividend tracker dat past wel bij mij, en mocht je dus interesse hebben om gebruik te maken van deze portfolio dividend tracker, nou in de beschrijving staat een linkje en bij registratie kan je het 7 dagen gratis uitproberen. Het is natuurlijk altijd wel mooi dat die optie er is, zodat je even kan uitvogelen, is het daadwerkelijk wat voor jou? En vervolgens is het dan mogelijk om een abonnement af te sluiten op jaarbasis tegen €75, of dat je denkt, weet je wat, ik doe het per maand. Dan is het wel zo dat je €7,5 betaalt per maand. Dus op jaarbasis krijg je 2 maanden extra voor hetzelfde bedrag. Maar ja, je moet natuurlijk altijd eventjes kijken of dit daadwerkelijk wat voor je is. Het is natuurlijk zo dat je altijd goed in de gaten moet houden wat je kosten zijn, want het is natuurlijk zo dat als jij een wat kleinere belegger bent, en dan heb ik het bijvoorbeeld over een bedrag van €50 of €100 per maand, ja, dan kan het natuurlijk zo zijn dat je denkt, zo'n maandabonnement, dat snoept te veel rendement weg, ik laat het links liggen. Dat moet je natuurlijk echt zelf bepalen, goed naar kijken of dit wat voor je is, maar ik denk dat heel veel beleggers, die zeker die al wat langer onderweg zijn en wat meer te besteden hebben, dat dit best wel een interessante optie kan zijn, zodat je wat meer inzichten krijgt in je eigen aandelenportfolio. Want een van die inzichten die je er kan krijgen is bijvoorbeeld je vergelijken met verschillende indexen. Want als ik namelijk druk op het kopje prestaties, dan kijk ik naar de afgelopen 12 maanden, dan is er sprake van mijn portfolio van een winst van 36,79%. En vervolgens, dat is dus die groene lijn die je dus ziet, en die zwarte lijn, dat is het rendement van de S&P 500. Dus in de laatste 12 maanden doe ik het beter, want als we kijken vanaf 8 april, is er sprake van een verschil in rendement van 6,6% over de laatste 12 maanden. Mijn portfolio heeft bijna 37% en de S&P 500 iets meer dan 30%. Ik neem het op 8 april, de beurs is net open, maar op portfoliodividendtracker.com is het zo dat na het sluiten van de beurs alles weer wordt geüpdate. Dus als je hier bijvoorbeeld rechtsboven kijkt, zie je mijn totaal portfolio van iets meer dan €104.000. Maar als ik vervolgens ga naar mijn portefeuille, zie je dat ik in de buurt kom van €105.000, omdat namelijk vooral Coinbase het vandaag weer heel erg goed heeft gedaan. Maar dat wordt dus pas na het sluiten van de beurs daadwerkelijk verwerkt. Dus dat je niet denkt van, hey, waarom wordt het niet geüpdate? Dat is dus altijd aan het einde van de dag. En aan de onderkant zie je dus ook weer een overzichtje, bijvoorbeeld met het portfoliogewicht. Nou, Coinbase zie je dus dat het flink is toegenomen en dat het ook een flink rendementsbijdrage heeft. En ja, dat geeft dus allemaal een veel beter overzicht. Maar het is dus zo dat ik in de laatste 12 maanden, en ja, vaak zie je dus dat beleggers kijken naar het laatste jaar, dat ik het beter doe dan S&P 500. Je hebt hier ook bijvoorbeeld dat je kan vergelijken met de AEX. Nou, daar is het verschil natuurlijk wel behoorlijk mee, hè? Want dan heb je het namelijk over een resultaat van de AEX over de laatste 12 maanden van 20,5%. En ja, mijn portfolio komt dus in de buurt van 37%. Dat is natuurlijk een behoorlijk verschil. En dan kan je het ook nog vergelijken met de All World ETF. En daar is het rendement 24%. Dus daar zie je inderdaad ook wel een behoorlijk verschil in. En het is op dit moment ook het plan vanuit portfolio dividend trekken dat er meerdere vergelijkingen mogelijk zijn. Maar dat zal dus in de komende tijd beschikbaar zijn. Dus dat je bijvoorbeeld met andere indexen kan kijken van hoe doe ik het daadwerkelijk. Maar laat ik voor het gemak weer eventjes de S&P 500 erbij pakken. Je ziet bijvoorbeeld hier ook de gemaakte kosten die ik heb over de laatste 12 maanden. Dat zit dus iets onder de €100. Je kan ook bijvoorbeeld kijken van hoe is het daadwerkelijk gegaan op weekbasis in dit het geval. Dan kan je dus echt vergelijken hoe je doet met de S&P 500. Bijvoorbeeld hier in de week van 25 maart tot 1 april is mijn portfolio toegenomen met 0,32%. Maar de S&P 500 is in diezelfde fase toegenomen met 0,87%.
80%, dat is een verschil in percentages van 0,55%, oftewel €535. Maar er zijn natuurlijk ook weken dat het beter gaat. Bijvoorbeeld de weken voor had mijn portfolio een winst van 2,14% en de S&P 500 van 1,54%. En er zijn natuurlijk ook weken dat het veel beter gaat, vooral als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn Coinbase-positie. Dat is natuurlijk een positie die ik agressief heb bijgekocht op het moment dat het hartstikke laag stond. En de laatste tijd gaat het natuurlijk hartstikke hard. En dan zie je dus in weken dat het heel goed gaat, bijvoorbeeld met Coinbase, dat ik behoorlijk beter presteer dan bijvoorbeeld de S&P 500. Je ziet hier bijvoorbeeld mijn portfolio is toegenomen met ruim 3,5%, terwijl de S&P 500 kwam niet eens aan de 2%. Dus dan kan je inderdaad heel goed kijken van hoe je dat werkelijk doet. Het is natuurlijk zo dat iedereen een andere strategie heeft. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je alleen maar belegt in één ETF, en of dat nou een S&P 500 ETF is, of een energie ETF, of misschien een Vanguard All World ETF, ja, dan zal het denk ik iets minder interessant zijn om bijvoorbeeld je portfolio helemaal uit te pluizen, want dan is het beleggen, ja, dat ligt een beetje voor de hand. Je koopt iets en ja, dat is het dan. Maar als je bijvoorbeeld een portfolio hebt samengesteld bij verschillende brokers, maar je hebt ook allerlei verschillende posities met verschillende strategieën en verschillende waardes, dan denk ik dat best wel interessant kan zijn om inderdaad voor jezelf een goed overzicht te krijgen van hoe staat het er daadwerkelijk voor, hoe doe je het, welke posities doen het best, waar investeer je allemaal in, of dat nou sectoren of landen zijn of valuta. Dus ik denk dat portfolio dividend trekken voor heel veel interessant kan zijn. En ik zal dit dus ook blijven gebruiken in mijn serie van Portfolio Show, omdat het gewoon een beter overzicht geeft van hoe het daadwerkelijk ervoor staat. Natuurlijk, ik ben nog steeds voorstander van de Giro, hè. Laat dat gewoon duidelijk zijn. Ik ben al jaren klant en zal dat nog jaren zijn. Maar er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten. En dat is bijvoorbeeld ook het inzicht krijgen in het portfolio. En fractionele aandelen is ook iets wat ik heel graag zou willen zien bij de Giro. Dus er zijn altijd verbeterpunten. En ja, soms zijn er dus manieren om ervoor te zorgen dat je voor jezelf dat kan verbeteren. En ja, daardoor maak ik dus gebruik van zo'n portfolio trekker. En in dit geval dus de portfolio dividend trekker. Dus vandaar dat ik het wel interessant vond om deze video te maken, om eventjes te laten zien hoe het daadwerkelijk in elkaar steekt en wat daadwerkelijk het rendement is als we inderdaad kijken tegenover mijn rendement, bijvoorbeeld tegenover de S&P 500, etc. Dus ik dacht dat het wel inderdaad een leuke video om te maken. Als ik kijk naar de komende jaren zal het waarschijnlijk zo zijn dat ik het rendement van de S&P 500 waarschijnlijk heel dicht in de buurt kom, omdat ik namelijk het plan heb om steeds meer in ETF's te investeren. En de S&P 500 ETF, ja, dat is natuurlijk de S&P 500, maar ik heb natuurlijk ook een Vanguard All World ETF, die zit ook overgrote deel in de Verenigde Staten. Dus als ik kijk naar de komende jaren verwacht ik dus inderdaad dat ik best wel in de buurt kom van het rendement van de S&P 500. Het is ook zo dat beleggen voor mij echt een passie is. Ik maak natuurlijk niet voor niks video's over, dus ik vind het ook leuk om bedrijven uit te pluizen, steeds meer informatie te verkrijgen en besluiten waar wel in te investeren, niet te investeren. Dus het is inderdaad ook een passie. En dat is dus ook een van de redenen dat ik ook individuele aandelen bezit, omdat ik echt het leuk vind om dat allemaal bij te houden en dat allemaal te onderzoeken. En ja, bijvoorbeeld in de laatste 12 maanden zorgt het ook nog eens voor meer rendement. Voor nu kom ik dan wel aan het einde van deze aflevering van Portfolio Show. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet dus zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij de volgende video. Later.